We bidden dat alles rustig zal verlopen. We vragen u ook om leiding te geven aan degene die de uitspraak zullen doen. Laat het niet een negatieve invloed hebben op ons Suriname. Laat de gemoederen niet verhit raken, o Vader. Wij willen vrede hebben in dit land. De mensen hebben te kennen gegeven dat ze hier in gebed willen gaan en dat ze hier willen blijven slapen. Nou, niet slapen, willen vertoeven tot de ochtend om stichtelijke liederen, maar ook gebeden, maar ook bij elkaar te zijn. Vader, wij smeken u, kom in de harten van de rechters, dat ze echt wel recht spreken, Vader. Vader, beschermt u ons president, beschermt u onze leider, Vader. U kent zijn hart, u weet hoe hij zich inzet voor land en volk, o Vader. Het kan niet zo zijn dat we hier in Rienville zijn en onze leider, onze voorzitter van de partij moet voor de rechter verschijnen. En dat we in het resort en dat we doen alsof er niets aan de hand is. Er is een heleboel aan de hand en er zal dus inderdaad recht gesproken worden. We twijfelen niet. U weet wat er gebeurd is 40 jaar terug of ik weet niet hoeveel jaar terug. Allemaal, u weet het. U bent de stille aanschouwer van alles wat zich heeft plaatsgevonden. En als er al vergiffenis gevraagd is, weten we dat u degenen die fout zijn geweest al vergeven hebt. Zegen mijn president. Meka alasan waka boemi masra. Masra gado, adena you anu. Je bent een rechtvader. Rechtvaardig idee. Op dit moment heeft hij dus die steun nodig. We staan aan de vooravond van 40 jaar revolutie, maar ook aan de vooravond van de verkiezingen in mei. En we verwachten niets anders dat deze volksleider groot uit de bus zal komen. En we zullen hem natuurlijk weer, we willen niets anders dan hem weer als president. Vijanden of de mensen die denken de zaken te doen escaleren, dat u ze allemaal... dat u over uw harten strijkt om dus het proces niet te verstoren en gewoon alles vredig doet verlopen. Hoeveel mensen verwachten jullie straks? Ik wil me niet wagen aan een aantal. Misschien mevrouw Gravenstein. We willen het safe spelen en we zijn wel verzekerd en we praten overtuigd dat het wordt, er gaan mensen op de been bomval zijn. Het wordt bomval. En we weten dat vanuit alle windstreken de NDP'ers komen. Het is een zeer grote partij en ze staan achter hun leider, dus op dit moment zijn er duizenden mensen onderweg. Vrede of strijd! Unossa vrede! Strijd of strijd! Unossa vrede! Rado de Vifesimang! Herinibi! En you de Nanga u president! Ja, Savini! Amen! Amen!